Nasi Amina is voorgedragen als Gramang der Saramakanus. Amina is op 16 juli gepresenteerd aan de Saramakaanse gemeenschap. Dit heeft Erney Landveld vandaag gezegd op een persconferentie in KOB. Landveld is lid van het comité Red het Samaka-gezag. Na het overlijden van Gramang Belfona Boykoni in 2014 heeft de familie na 2 jaar besloten het rouwproces af te sluiten, waardoor de ontrouwing nu kan beginnen. Volgens Landveld kan binnen de Saramakaanse maatschappij maar 1 lo de familie die voor opvolging in aanmerking komt voordragen en dat is de Machaulo. De lo-oudsten hebben bepaald dat het gramanschap niet meer gaat naar de familie Aboykoni. Ze hebben gezegd dat Aboykoni is de lo die begonnen is sinds Gramang Joseph Daniel Aboykoni. En na Joseph Daniel Aboykoni heb je Gramang Songo gehad van diezelfde familie, van diezelfde Osso. En na Gramang Songo heb je nu Belfon gehad. Maar er zijn 3 zusters. De zusters, de Amina, de Adisi en de Bobby. Bij. Dat zijn de 3 zusters. En dat ding fluctueert naar alle 3 zusters. Maar deze groep heeft het gramanschap willen behouden voor alleen de additie. En meneer Joseph is net aangeschoven. Hij is een van de oudsten nu op dit moment binnen die Machaulo additie bij die kan beslissen. En zijn kapitein Alosa ook, hij heet ook Aboykoni. En deze mensen met de andere mensen hebben bepaald dat de grama niet meer gaat naar Adisi, naar Aboykoni, maar het moet terug naar Amina. Erney Landveld Nasi is volgens hem als opvolger gekozen van de grama. Hij is voorgesteld aan de minister van RO. De waarnemend Gramang moet nog enkele stukken in orde maken, zodat de president de beschikking in orde kan maken. Landveld zegt dat er obstructie wordt gepleegd door de broer van Belfon Aboykoni, namelijk Albert Aboykoni, die ook Gramang wil worden. Volgens Landveld houdt hij de residentie van het grootopperhoofd te Asidongopo bezet. De residentie is niet zijn woonplaats. Hij is hoofdkapitein van een ander dorp. En wat wij vragen aan de regering, we zullen dat ook schriftelijk doen, dat zij ervoor zorgen dat de mensen die Asidongopo onveilig maken, zoals meneer Albert Aboykoni en zijn mensen, dat zij naar hun dorpen gaan. Dat Asidongopo de residentie blijft en dat iedereen daar kan komen wonen en werken en teruggaan naar zijn dorp. En we willen ook graag dat zij het erbij neerleggen. Het is besloten dat het niet verder gaat gebeuren. Er is een gramma aangewezen en dat iedereen daar blij om is. Landveld doet een beroep op de mensen die nog bezig zijn een ander gramma te zoeken om te stoppen. Wat wij nodig hebben is rust om de gemeenschap weer tot ontwikkeling te brengen.